Videomarketing is niet meer weg te denken in onze hedendaagse marketing. Niet alleen leven we in een snelle maatschappij waarin bewegende beelden onmisbaar zijn, maar ook is het dé manier om high-end klanten snel en direct aan je te kunnen binden. Tenminste, als je iemand kent die zich ook echt high-end klanten richt en videomarketing. En toevallig ken ik zo iemand. En in deze podcast ga ik haar vragen wat haar unieke methode is. Dus blijf vooral lekker luisteren. Mijn naam is Mirjam Slijkman. Als high-end business coach help ik ambitieuze ondernemers door te groeien naar een hoger niveau met hun bedrijf, zodat zij kunnen werken onder hun eigen voorwaarden met de beste klanten tegen de beste prijzen. In mijn podcast spreek ik met deelnemers uit mijn programma, oud-klanten en of andere high-end ondernemers uit mijn netwerk. Ik ben nieuwsgierig naar hun drive, de weg die zij hebben afgelegd en vooral welke impact zij willen maken voor hun klanten. En vandaag ga ik met niemand minder dan Noortje Janmaat, high-end videomarketing expert, in gesprek. Noortje is dé specialist op het gebied van high-end lead generatie met video. Zij heeft dan ook al met vele succesvolle ondernemers mogen werken en hun verhalen vertaald naar video voor hun high-end klanten. Haar motto? Ben je uitzonderlijk goed in je vak? Dan heb je ook een uitzonderlijke manier nodig om in contact te komen met de allerbeste klanten. De juiste videomarketing verkort je verkoopproces, zorgt ervoor dat jij vooral en alleen gekwalificeerde leads op je pad krijgt en het zorgt ervoor dat jij je blijft positioneren aan de top van de markt. Wist je dat je met één goede video jarenlang de juiste klanten op jouw pad kan krijgen? Interessant toch? Nou, inmiddels ken ik Noortje al een aantal jaren en uiteraard omdat wij dezelfde interesse delen voor high-end ondernemen. Maar sinds anderhalf jaar ken ik haar nog veel beter, aangezien wij nauw samenwerken. En sinds kort heb ik je ook mogen toevoegen, Noortje, aan mijn kennisexpertteam, waar ik heel blij mee ben, want mijn klanten kunnen dan ook gebruik maken van jouw expertise. En ik vind het superleuk om vandaag met jou deze podcast te doen. Ja, welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. Was dit een leuke intro of was dit een leuke intro? Ik word er stil van. Nou, dat was dan deze podcast. Helemaal leuk. Nou, en dus zoals ik zei, wij kennen elkaar echt al. Ik denk vanaf het begin van high-end ondernemen was jij daar ook. Ja. Toen ik 7 jaar geleden mij ging verdiepen, had jij eigenlijk hetzelfde idee. En deelden we dezelfde visie van waarom zullen we gaan werken met alle klanten. Als het veel interessanter is om te gaan werken met de betere klanten in de markt. Ja. Maakt het niet alleen veel leuker, maar het maakt het ook qua verdienmodel een stuk interessanter en veel meer vanuit kwaliteit. Mm-hmm. We zijn samen ook op reis geweest voor onze opleidingen en dingen. Dus, maar goed, toen ook weer een beetje ons eigen pad gegaan. En elkaar eigenlijk steeds meer weer gevonden. En sinds anderhalf jaar dus ook nauw samengewerkt. Ja, heel leuk. Te leuk om deze podcast niet te doen met jou. Dus, en ik deel ook graag deze kennis vooral met mijn luisteraars. Jongens, want zoals ik zei, videomarketing is eigenlijk niet meer weg te denken. Dus dat is wel echt belangrijk. Dus deze podcast is zeker ook belangrijk als jij bezig bent. En je hebt misschien al wat videomarketing. Of je wil dat gewoon upgraden. Of je wil misschien de betere klanten aantrekken. Blijf dan vooral lekker luisteren. Want we gaan er samen met Noortje over in gesprek. Yeah. Voordat we helemaal die kant op gaan, Noortje. Dan wil ik eerst altijd even iets meer over de achtergrond weten. En vooral als klein meisje, wilde je dit dan ook gaan doen? Was je altijd al bezig met video? Nee, helemaal niet. Vertel. Ik dook altijd weg als de camera aan stond. Oh ja? Ja, toch wel verlegen. Nee hoor, ik wilde niet op camera. Nee, ik was vooral heel creatief. En zo is eigenlijk ook dit bedrijf ontstaan vanuit mijn eerste bedrijf. Want als klein meisje maakte ik al van alles van kralen en maakte ik armbandjes en dat vond ik heel leuk om te doen. En toen ik denk aan het eind van mijn tienerjaren dacht ik van ik ga dat wat professioneler aanpakken. En toen is eigenlijk mijn eerste bedrijf Door Noor ontstaan. En hoe oud was je toen? Nou, ik denk 18, 19 zoiets. Oh ja. Dus omdat je het over 10 jaren had, maar 18, 19. Ja. Oké, precies. En dat heb je doorgebouwd naar een nieuw bedrijf. Ja. Cool. Ja, want voor Door Noor ben ik dus dat ook online gaan verkopen. Maar goed, toen ontdekte ik van als je het online wil verkopen, dan moet je ook zorgen dat mensen je vinden en dat je zichtbaar bent. En toen ben ik alles gaan uitpluizen over online marketing, hoe je goed gevonden wordt in Google en in YouTube.
En zo ben ik ook met video begonnen. En eigenlijk gewoon heel simpel met mijn iPhone ben ik video's gaan maken. En wanneer is dan, want je bedrijf heet Verdienen met Video. Ja. Inderdaad, sinds wanneer ben je echt met dit bedrijf gestart? Dat is denk ik zo'n 9 jaar geleden. Oh ja, dat is ook alweer echt 9 jaar. Ja, ja. Nou, zoals ik al zei, wij delen de interesse voor high-end ondernemen. Wanneer is dat bij jou ontstaan? Had je dat in het begin meteen al? Of, Nou, dat idee van high-end ondernemen sprak me wel direct aan. Het idee van alleen het allerbeste geven en je klanten op de allerbeste manier helpen. En dat ook voor langere tijd. Ja. Maar goed, ik ben ook in de valkuil getrapt dat ik begon met toch wel low-end ondernemen. Dat ik mensen bijvoorbeeld in 1 dag ging leren hoe ze met hun smartphone video's moesten maken. En mensen waren dan super enthousiast en ze hadden veel geleerd. Maar uiteindelijk zag ik dat ze het toch niet gingen toepassen. Omdat het gewoon heel moeilijk is om dat alleen te doen. Hè, je hebt er eigenlijk nooit je dag voor video. En mensen vinden het vaak lastig dat ze niet weten wat ze moeten vertellen. En dan als ze zichzelf terugzien, dan denken ze, oh nee, dit is niet goed genoeg. Dus ik ga het niet publiceren. Dus ik denk dat er heel veel video's zijn die het internet niet vinden. Ja, precies, die gewoon nog op de plank liggen, ja. Inderdaad. Ja, zonde. Ja. En wat merk jij dan nu met het verschil tussen die high-end klanten? Nou, de high-end klant die wil gewoon het allerbeste. En die gaat dat ook niet zelf doen. Dus die wil daar gewoon begeleiding bij en die wil dat ook op de allerbeste manier. En die wil ook natuurlijk dat het resultaat oplevert. Ja. Precies. Nou, ik ben een van die high-end klanten van jou inderdaad. En dat is voor mij ook een heel duidelijk doel. Het moet wel ergens toe dienen en ergens naleiden inderdaad. Ja. Als je nou kijkt, want jij werkt met best wel veel ondernemers inderdaad. Wat zijn voor jou echt criteria waarvan je denkt, nou, daar moet een ondernemer al wel een beetje aan voldoen. Hè? Welk insteekniveau moet er al wel zijn, hoor? Nou, ze moeten goede klanten. Het zijn geen starters. Dus ze zijn echt al wel een tijdje op weg. Ze halen, dus ze kunnen goed hun diensten verkopen. Dat is ook wel een voorwaarde. En ze halen goede resultaten met hun eigen klanten. Want een belangrijk onderdeel van mijn dienst zijn ook de videotestimonials. Dus nou ja, goed, dat heb je zelf ervaren nu, hè, omdat we natuurlijk veel testimonials voor jou hebben opgenomen. Ja, dat is echt super. Ja, en dus dat is een belangrijke voorwaarde, dat ze zelf ook op een hoog niveau ondernemen. Dus ze bieden zelf ook echt high-end diensten aan. En ze hebben wel echt een duidelijke visie. Daar durven ze ook echt voor te gaan staan en dat ook uit te dragen. Dus dat zijn wel, denk ik, op dat niveau werk je inderdaad. Want in die zin zijn er natuurlijk heel veel ondernemers. Werk je met alle branches? Maakt dat wat uit? Zou het overal kunnen ook? Of? Nou, tot nu toe werk ik veel met coaches, met business coaches en echt kenniswerkers. Maar ja, mijn idee is dat het in elke branche goed kan werken. In principe zou het niet uitmaken. Nee, want mensen doen zaken met mensen en uiteindelijk worden we aangetrokken op iemand hoe die overkomt, maar ook op zijn visie en ook uiteindelijk op de resultaten die klanten bereiken. Ja. En ik wil straks natuurlijk heel veel meer weten, ook over je methode en wat dan gaat werken en ook op welke manier jij dan werkt met jouw klanten. Mm-hmm. Maar ik vind het wel interessant, we zitten echt, zoals ik zei, ook in een veranderende wereld, hè, veel snellere wereld. Zie je een verschil met hoe het nu is met 9 jaar geleden toen jij begon? Hè? Nou ja, 9 jaar geleden hadden we alleen YouTube en Vimeo. En was het nog niet zo dat je op LinkedIn een video kon delen. Nee, goed, even los van inderdaad, sommige kanalen waren er nog niet. Hè? Dus dat gaat natuurlijk mega snel. Mm-hmm. Ja. En wat zie je dan nu vooral als belangrijkste aspect, het verschil wat het nu heeft, zeg maar? Nou, dat het gewoon steeds belangrijker wordt om zichtbaar te zijn. Om jezelf als ondernemer of als bedrijf zijn te presenteren met video. En daarin ga je echt wel het verschil maken, denk ik. En ook als je natuurlijk dat combineert met de resultaten van je klanten.
dan wordt het helemaal overtuigend. Ja, als ik gewoon kijk naar mijn eigen stuk bijvoorbeeld, hè, sinds wij met video zijn gaan werken, ook op mijn ads bijvoorbeeld, hè, dan betaal ik nog maar de helft van mijn leads dan dat ik eerst deed. Mm-hmm. En dat, dus ik kan eigenlijk 2 keer zoveel mensen of klanten aan mij binden, mm-hmm, doordat ik met video ben gaan werken. Ja. Maar weet je, dat is gewoon even een heel concreet stuk. Hè, dat, mm-hmm, het, en natuurlijk de shorts, de reels, alles is tegenwoordig snel, kort. En dat bedoel ik, we leven in een redelijk snelle wereld, ja, met beelden. Dus, maar dat, ik kan me voorstellen dat, dat, ook, dat er ook wel veel is. En waar kies je dan precies uit? En wat is dan interessant voor high-end ondernemen? Ja. En want dat is bij marketing altijd. Ik zeg altijd, ja, marketing is zo breed en eigenlijk 90% is niet voor jou. Mm-hmm. Maar je kan er wel lekker in verzeild raken en lekker van de snelweg in een of ander maïsveld belanden. Oh ja. Je kan heel lang bezig zijn met bezigheidstherapie en daar kan heel veel tijd en geld in verloren gaan. Wat zijn de meest cruciale dingen voor een high-end ondernemer in videomarketing? Nou, ik denk wat jij al zegt. Kijk, het is mooi dat je kosten omlaag zijn gegaan van je ads. Maar wat je vooral wil, is natuurlijk dat je in gesprek komt met de juiste mensen. En dat vind ik zo mooi aan video. Dat het echt als een filter werkt. Want de mensen die geen klik met je voelen, die vallen al vanzelf af. Die scrollen verder en die kijken niet eens naar je video. Terwijl mensen die denken, hey, die Mirjam, die heeft een goed verhaal. Laat ik eens verder luisteren en kijken. Wat is dan, even een kritische vraag. Ook al hoor luisteraars denken, wat maakt dat dan uit? Alsof ik een heel goed verhaal waarin ik het kaf van het koren schrijf, of dat ik een video opneem waarin ik het kaf van het koren schrijf. Wat maakt dat dan, dat video daarin nog meer extra? Heeft dat dan te maken dat mensen je echt zien of even kunnen proeven, voelen en ruiken? Ja. Dat die dimensie er extra bij komt, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. En vooral high-end klanten. Die gaan niet, dat is toch een beetje uit, denk ik ook, dat ze een funnel doorgaan en tig e-books bekijken en lezen en mails gaan lezen. Die zijn toch van snel keuzes maken en die gaan op basis van wat ze zien van je, denken ze, hey, Mirjam die heeft een goed verhaal, ik ga in gesprek. Ja, nou moeten we misschien voor de luisteraars even iets uitleggen inderdaad. Hè? Er zijn natuurlijk echte high-end klanten. Weten eigenlijk al wat ze willen. Die willen alleen nog even toetsen. Is dit een man of vrouw die mij kan helpen om dit probleem op te lossen? Yeah. Dus, en daarmee bedoel je ook eigenlijk met 1 video zou je eigenlijk direct je high-end klant aan kunnen spreken. Ja, zo eenvoudig is het. Dus daarmee maak je je marketing natuurlijk ook heel eenvoudig. Dus voor alle luisteraars die denken, mijn god, ik ben ongeveer 80% van mijn tijd bezig met marketing. Het kan simpeler. Ja, het kan veel simpeler. En pas je dit zelf ook toe, Noortje? Ja, zeker. Ik vind het natuurlijk leuk om het even te horen. Wat doe jij dan? Goed. Ik merk zelf wat het effect is van video. Want de mensen die zich opgeven voor een gesprek met mij, die hebben eigenlijk al het voorwerk gedaan. Dus die hebben al video's van mij bekeken. Die hebben mijn testimonials gezien. Dus die hebben gehoord hoe enthousiast klanten zijn en welke resultaten ze hebben bereikt. Dus die staan eigenlijk al helemaal in de stand van, ik denk dat dit iets voor mij is. Maar ja, kunnen we even bellen en hoe ziet je aanbod er dan uit? Dus het maakt dat je, ja, dat je het gesprek heel anders begint. Omdat er al, ja, zij kennen mij al. Dus het is, je kan heel snel eigenlijk ter zake komen. Ja. En voor de luisteraars die Noortje nog niet kennen, ik ken haar natuurlijk wel een tijdje. En het grappige is, Noortje doet eigenlijk dus helemaal niet zoveel aan marketing. Alleen dit. Alleen video, ja. Af en toe nog even een goed berichtje eruit. En af en toe even netwerken, maar verder, dit is het. Nou ja, het is heerlijk als je kan vertrouwen op video's die ik heb zelfs video's van jaren terug die nog op YouTube staan. Die worden nog dagelijks bekeken. En daar komen ook via LinkedIn komen daar connectieverzoeken uit van mensen die enthousiast zijn en die willen verbinden. En ik zeg niet dat gelijk dan een klant is, maar je kan wel iets opbouwen. Nou, dat is wel zo en dat moet ik ook hebben. Want natuurlijk, kijk, voor mij de kosten van mijn ads is natuurlijk ook interessant, want daar gaat gewoon best veel geld in. Mm-hmm. Dat geeft niet, dat levert helemaal op. Maar inderdaad, ik merk wel dat gewoon ook door de video's wel. Ja, de betere klanten, mensen kunnen het gewoon wel even meer proeven, voelen of ruiken, ook echt op mijn pad komen. Dus in die zin heeft het wel ook echt daarin meerwaarde. Mensen zijn nog gewoon nog warmer.
Ja. Of zo. Dat is het vooral. Ja, dat merk je zelf ook. Ja, mensen hebben het gezien. Of, je kan iets schrijven of je kan iets zeggen, maar zoveel mensen zeggen het. Maar uiteindelijk kopen mensen ook energie. Ja. En energie kan ook in tekst, maar als mensen het zien, heeft het gewoon een extra dimensie. Ja. Dan kun je het letterlijk ook voelen. En ik denk dat je het ook moet voelen of zo. En dan, ja, ik geloof toch echt dat er een klik moet zijn. De klik maken 70-80% van het succes. Dus als je die niet voelt. En ik denk dat daar mensen op aangaan of niet. Mm-hmm. Je kan nog zo goed tekst hebben of goed kunnen schrijven. Maar als het niet met een soort bepaalde energie is. Uiteindelijk denk ik dat mensen energie verkopen. Ja. Daar geloof ik dan in. Ja. En tenminste, daar merk ik ook dat ik de klant. En dat kun je gewoon veel meer kwijt in video. Ja. En dan nog even het stukje. Heel veel mensen zijn wel inhoudelijk expert. Maar houden er niet zo van om voor een video te staan. Nee, nee. Hoe lossen we dat dan? Ja. Want dit is wel een briljant verdienmodel natuurlijk. Gewoon met een paar goede video's. Continu. Eigenlijk met één zeg je al. Hè? Mm-hmm. Maar stel dat je er 2 of 3 maakt. Dan zou je gewoon jarenlang de juiste klanten binnen kunnen halen. Ja, dat is wel. En wat nou als ik niet zo, net als jij vroeger, van de camera hou? Nee, ja. Dat is natuurlijk voor heel veel ondernemers. Gaat dat op? Dat maar is die dan alleen weggelegd voor echt die ondernemers die gewoon al een podium pakken en van die podiumbeesten zijn? Nee. Hoe lossen we dit? Nou ja, jij hebt daar denk ik zelf ook je weg in moeten vinden, toch? Ik bedoel, ja, ik zie video echt als een leerproces. Je moet het gewoon gaan doen en dan word je daar steeds beter in en dan wordt het steeds natuurlijker. En ik denk dat het mijn... dat ik er goed in ben om mensen zo authentiek mogelijk in beeld te brengen. Dus dat ze zich op hun gemak voelen bij mij. Dat ze zich durven laten zien. Ook omdat ik zelf niet van nature heel erg op de voorgrond ben. Maar ik ben het wel gaan doen. Hij straalt altijd een soort rust en vertrouwen uit. Ja. Oh ja, volgens mij komt het goed. Dat is oké. Ja. Nou, heb ik zelf niet zo'n angst voor de camera. Maar nee. Dat is... Nee, maar je bent ik heb het wel moeten leren. Mm-hmm. Dat is iets anders. Hè? Ik bedoel, want je kan voor een camera, maar je moet ook de juiste dingen zeggen. Ja. En dat vind ik ook heel fijn, dat je mensen daar ook echt in begeleidt. Dat je ook helemaal gaat kijken, wat zijn nou de belangrijke dingen om te zeggen. Zodat zo'n video alleen voor een camera staan, maakt nog niet hè, dat je ook de juiste dingen zegt. Ja. Hè? Dus daarin... Hebben, ondanks dat ik zelf daar natuurlijk ook ideeën echt over heb. Maar daarin ben je wel echt een sparringmaat op niveau. Mm-hmm. Die daarin goed mee kan denken. Oh, ja. Ja. En de rust heb ik ook gezien. Hè? Want wij hebben natuurlijk het laatste... Het is leuk voor de luisteraars om te weten. Inderdaad, het laatste jaar hebben we echt die videotestimonials. Zo dankbaar om dat te doen. Luisteraars, als je nog geen videotestimonials hebt... Nou, dan moet je dat zeker doen. Want heb je ze nodig... Precies. Het is zo leuk als andere klanten het vertellen. Jij hebt altijd belangen, dan denken klanten. En het is toch anders dan een testimonial op papier. Als mensen het op beeld zien. En Noortje heeft daar een unieke methode voor. Kunnen we zo ook nog even vragen hoe dat te doen. Maar het is zo dankbaar ook om die verhalen te horen. Ja. Dat ik er zelfs een beetje verlegen van werd. Ja, dat hoor ik vaker inderdaad. Van klanten die er echt stil van worden. Of zelfs echt... ontroerd raken van wat ze terugkrijgen van klanten. Nou, dat heb ik ook. En ondanks dat je het ergens weet... of dat je het op papier hebt geschreven... is het anders als mensen het letterlijk gaan vertellen. Mm-hmm. Ja, en ik denk ook dat klanten gewoon echt de moeite nemen... om van heinde en verre... in jouw geval hier naar jouw huis te komen... of naar Amsterdam, waar we ook natuurlijk testimonials hebben opgenomen... Ja, dat is zoiets moois. En ik wat dat betreft vind ik het ook een heel mooi cadeau eigenlijk voor jou natuurlijk. Dat een klant dat wil geven. Maar ook de klant zelf. Want die krijgt wel een mooie video ook van zichzelf. Ja, dus nou, dat is het leuke. Niet alleen ik ben enthousiast. Maar even mijn klanten waren ook laaiend enthousiast over hun eigen video. Ja. Hoe leuk is dat? Ja. Heb je dat altijd? Nou, ik krijg wel vaak te horen van... klanten van zo ben ik, dit is helemaal wie ik ben en het is heel natuurlijk. Ja, dus dat is, vind ik, een mooi compliment, want dat is natuurlijk ook wat een testimonial moet zijn, dat het authentiek en overtuigend en oprecht is. Nou ja, precies. En klanten willen ook echt gewoon goed neergezet worden, dat ze ook goed naar voren komen. Dus je doet het niet alleen heel vakbekwaam, want ik vind je echt een vakvrouw, maar ik vind je doet het ook met heel veel respect. Hm. Want dat vind ik ook belangrijk. Hè? Ik vind het inderdaad,
echt bizar dat klanten gewoon echt vanuit heel Nederland naar Amsterdam komen rijden om daar voor mij een videotestimonial op te nemen. Ik was ook verbaasd dat zoveel mensen dat wilden. Ja, hè? Maar ze waren, ik heb nog niemand gehad die zei, nee, dit is echt niet. Ze waren echt allemaal laaiend enthousiast. Ja. Nog even los van hoe het werkt in mijn marketing. Mm-hmm. Ja. Ja. Echt bizar. Dus, wat is het belangrijkste, even een vakbekwaam dingetje. Wat is het belangrijkste stuk bij videotestimonials? Geef eens een goede tip. Iets waar mensen echt op moeten letten op het moment dat je videotestimonials gaat opnemen. Nou, de transformatie moet natuurlijk goed naar voren komen. Dus, want wat zie je vaak gebeuren als het niet goed gaat? Nou, wat ik vaak zie gebeuren is dat een testimonial wel heel aardig is. Gewoon slap. Maar ja, dus gewoon slap inderdaad. Gewoon niet overtuigend. Dus er ontbreken heel veel elementen die er wel echt in horen. Het is een beetje als een verkoopgesprek. Ja, ja daar horen ook bepaalde vragen in. Om mensen ja te laten zeggen. En zo is het ook voor een videotestimonial. Ja, grap, maar jij krijgt dat er ook altijd uit. Ja. Je gaat het zo lang door. Totdat we dat ook echt helemaal schrijven. Ja, maar dat is het. Ook geen genoegen nemen met minder. Hè. We willen ook echt wel de concrete resultaten. Maar dat bedoel ik. Je doet dat, maar ook echt op een respectvolle manier. Waardoor mensen het ook gaan geven. Ja. Maar dat is wel knap. Ja, nou ja. Ja. Dat is echt heel knap inderdaad. Dankjewel. Eens even terug naar die ene video. Want ik denk dat luisteraars denken, ja, vertel me nou eens even. Één video, jarenlang klopt. Hoe doe ik dat? Ja. Sounds too good to be true. Ja. Tell me. Nou ja, dat is inderdaad fantastisch als dat goed werkt. Maar wat, ja, één zo'n video, wat je daarmee wil, is dat mensen daardoor geraakt worden. Dat ze het zien. Dat ze overtuigd raken van jouw visie. En ook natuurlijk resultaten zien van klanten. Dus het is eigenlijk een mix van jouw verhaal. Maar ook met de resultaten van klanten. Die zitten daar ook in verwerkt. En dan kan het echt zo eenvoudig zijn dat mensen een korte video zien. Die nog geen 2 minuten duurt. En die, in 2 minuten kan het gedaan zijn. En die voor de klanten. Nou, die zich opgeeft voor een gesprek. Ja. Zo kan het gaan. Ja. Want is er hoe mensen denken, hoe lang moet een video tegenwoordig zijn? Ja. We leven in een snelle wereld. Wat is. Ja. Je hebt natuurlijk verschillende soorten video's met verschillende doelen. Kun je daar iets over zeggen? Nou ja, kijk, wat vaak als advies wordt gegeven, wat ik toch wel als een low-end advies zie, is dat een video altijd heel kort moet zijn. Maar ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want wat dat betreft is video echt een filter. En dat ga je ook zien met je advertenties bijvoorbeeld. Kijk, de mensen die langer kijken, die zijn ook meer opgewarmd. Dus je zorgt er gewoon voor dat de mensen die zich opgeven, die zijn eigenlijk al helemaal voorverkocht. En de mensen die toch geen klik voelen, die vallen af. Dus wat dat betreft ben ik... Natuurlijk is het allemaal steeds meer hoe korter, hoe beter... Maar je kan hangt er vanaf welk doel, denk ik. Een korte video kan wel leiden naar een iets langere video, bijvoorbeeld. Zeker, ja. Want dat is natuurlijk ook hoe we wel werken. Ja, zeker. Ja. Puur om te triggeren, maar inderdaad, je kan in een video echt wel ook salesgerichte waardeomslag al laten plaatsvinden. Hè? Zoals jij zegt, waardoor mensen veel meer verkocht zijn. En hoe lang hebben we dan ongeveer een video? Waar hebben we het dan een beetje over? Nou, zo'n eerste video? Nou, zo'n eerste is kort. Ja. Onder de minuut, 30 seconden. Misschien echt meer een soort snippet of zo, weet je wel. Maar, ik heb ook een klant gehad. Die heeft met een video van... Dat was overigens een smartphone video. Dat is wel interessant om te weten. Maar dat was een video van, denk, 2 minuten. En die heeft echt tonnen omzet opgeleverd. Ja. En dan zou je kunnen denken, deze video is te lang. En dat is ook het advies wat ik bijvoorbeeld van Facebook marketeers kreeg. Van ja, de video moet korter. Het is echt veel te lang. Maar is dus ook echt een andere strategie. Ja. Als je een high-end marketingstrategie hebt, gaat het over een veel exclusievere marketingstrategie. Mm-hmm. Waar je best ook iets meer tijd mag vragen. Ja. Mits het maar hout snijdt en kwaliteit is. Ja. Klopt dat? Ja, zeker. En die high-end klant die kan al in 2 minuten zo'n keuze maken. Ja, precies. Want die hebben ook helemaal niet lang nodig om te beslissen. Nee. Heb ik ook niet. Ik ben ook echt high-end klant. Lijkt me afschuwelijk om ergens heel lang naar moeten kijken.
als je me inderdaad in een paar minuten niet kan triggeren, dan wil ik je gewoon spreken. Ja. Dan wil ik iets meer horen. En dan kan ik over 20 minuten beslissen of ik 25.000 euro of meer uitgeef. Ja. Ja. Ja, precies dat idee, mm-hmm, toch? Mm-hmm. Ik ben ook echt high-end klant, ja. 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 Leuk, dus in principe kan het eigenlijk gewoon, hè, jij zegt het hoeft niet allemaal kort en snel, maar het, in principe in een redelijk relatief korte tijd kun je voor die echte juiste high-end klant gewoon de waardeomslag laten, nou ja, plaatsvinden, zodat hij of zij gewoon echt met je in gesprek wil. Ja. En dan is het aan jou inderdaad om het in de salesgesprek te verkopen, mm-hmm, en te kijken of daar ook echt een win-win is, want, ja, anders gaan we sowieso niet aan de slag, ja, natuurlijk. Zeker, ja. Nou, heb je het over verschillende dingen, hè? Want ik hoor inderdaad smartphone-opnames, ik hoor video-opnames voor je marketing, testimonials, in gesprek zo inderdaad. Wat doe je allemaal met klanten? Hoe werk jij met klanten? Nou, waar we mee beginnen is altijd natuurlijk de strategie bepalen van oké, okay, hoe ziet je verdienmodel eruit? Wat wil je bereiken? Wat en is er al misschien? Wat is er al, inderdaad. Ja. Hè? Want jij hebt natuurlijk je masterclasses die je geeft. Mm-hmm. Dus ja, we kijken altijd van hoe werkt het voor jou, hè? Het verkoopproces ook. En wat werkt tot nu toe het beste voor je? En hoe kunnen we daar video aan toe gaan voegen, zodat je inderdaad je marketing kan vereenvoudigen en ook je verkoopproces verkorten. Ja, dus het is niet een standaard blauwdrukje. We gaan echt kijken of... Nee, oké, goed. Ja. Ik ken je natuurlijk, maar voor de luisteraars. Ja, ja. Jongens, dit is niet een blauwdrukje. Nee. Dat is ook voor low-end klanten. Mm-hmm. Je gaat gewoon echt op maat kijken en aansluiten. Ja. En vooral welke dingen wil je versterken met video, waarschijnlijk. Hè? Dus ja, zo ken ik jou ook. Ja. Zo hebben we dus samen ook naar gekeken. Mm-hmm. En dan? En de strategie bepaald? Nou ja, dan gaan we natuurlijk een dag plannen om video's op te nemen. En dat gaan we natuurlijk allemaal goed voorbereiden met wat ga je dan precies vertellen. En daarin ben ik wel... heb ik wel een frisse blik. En kijk ik ook kritisch met je mee van wat ga je brengen en snijd dat hout. Ja. Ja, ik weet het inderdaad. En dan gaan we shooten. Ik vind dat superleuk. Ik denk, ja, sommige mensen houden niet van de camera. Nou, heb je wel gemerkt. Hè? Mm-hmm. Ik ben niet zo camera-schuw. Ik vind dat echt heel grappig ook. Maar ik vind dit soort dingen ook leuk. Make-upje erop. Ja. Weet je, ik kan hier echt van genieten of, mm-hmm, zo. Dus ik vind het nog wel moeilijk. En ik merk ook echt een verschil. Op een gegeven moment zei ik ook, in het begin deden we dingen met autocue, zonder autocue. En net wat, mm-hmm, werkt voor je. Ik merk dat het voor mij beter werkt om het zonder autocue te doen. Maar het is omdat dan de energie nog veel beter tot zijn recht komt. Mm-hmm. Als je echt weet wat je wil zeggen, dan komt het gewoon van diep van binnen of zo. Maar soms heb je de tekst eerst even nodig om het helemaal te voelen. Dat is ook wel mijn ervaring met andere klanten. Dat autocue geeft een soort van houvast. Dus dat is fijn om mee te beginnen. Maar uiteindelijk, als ze dan een beetje opgewarmd zijn, dan kunnen we de autocue gewoon loslaten. En dan komt het eigenlijk vanzelf. Nou ja, precies. Ja. Als je echt weet wat je wil zeggen. Ik kan me nog herinneren dat ik tegen jou ook zei, doe die autocue eens weg. Dit is wat ik eigenlijk echt wil zeggen tegen klanten. Ben je klaar met al die business coaches die je alleen maar vol pompen met kennis? Ja. En uiteindelijk hebben we die video gebruikt. En er zat zoveel power en zoveel meer energie in. Ja. Grappig dat dat dus ook echt anders werkt. Ja, het zijn ook echt dingen die je moet ontdekken. En misschien voor andere ondernemers werkt het wel veel beter, hè? Mm-hmm. Om het juist wel met de autocue te doen. Dus dat is misschien heel persoonlijk. Het is heel persoonlijk, ja. En daarom kijk ik ook altijd van hoe heeft iemand al ervaring met bijvoorbeeld op een podium staan. Of met podcasten. Of gewoon überhaupt met publiceren. Ja, dat maakt al verschil. Ja, precies. Ja. Dus ook daarin echt weer aansluiten bij waar iemand is. En het vanuit daar naar de next level. Oké, dan hebben we gefilmd. En dan? En dan? Alles, filmmateriaal is er. Ja, nou ja, dan gaan we natuurlijk de edit in. En dan gaan we zorgen dat echt de goede teksten ook van klanten bijvoorbeeld. Ja, er zit ook materiaal natuurlijk tussen wat niet bruikbaar is. Dus ja, we gaan dat allemaal verwerken. En dan gaan we natuurlijk iets opleveren wat uiteindelijk... met iedereen gedeeld kan worden. Ja. Ja, dus, en dan komt natuurlijk ook van hoe ga je het zo wegzetten dat je er alles uithaalt. En dat gaat verder dan alleen op je website zetten. Ja, want wat zijn bijvoorbeeld in deze tijd dingen die heel goed werken? Ook leuke tip voor de luisteraars even. Nou ja, je wil eigenlijk het gewoon op alle kanalen natuurlijk tonen. Dus ook op LinkedIn, maar ook op Instagram. YouTube ben ik een groot voorstander van, omdat dat gewoon echt een lange termijn strategie is.
En YouTube, dat is gewoon echt een zoekmachine. Dus mensen zoeken ergens naar en die kunnen jouw video zien. En nog meer video's van je bekijken. En zo ook met je in contact komen. En het is gewoon heel anders dan bijvoorbeeld LinkedIn. Want als je een video op LinkedIn deelt, ja, die heeft een houdbaarheidsdatum van een week. En dan is die weg. En dus ik ben altijd wel voorstander van, doe iets waardoor je daar over een maand of over een half jaar of over een jaar nog steeds profijt van hebt. Ja, jongens, ja. Ook. Heb je weer nog niet op YouTube? Zorg dat je het YouTube-kanaal ook goed benut. Zeker. Ja. In orde, je hebt al met veel ondernemers gewerkt ook en veel mooie dingen mogen doen, inderdaad. Mm-hmm. Wat is een verhaal wat je echt bij is gebleven? Dat je echt dacht, nou, vond ik zo tof? Nou, dat is toch wel. Dat was een keer, ik had een afspraak met een klant en we zouden een livestream gaan doen, een live video via Facebook. En zij had ze iets van, we kunnen het beter maar niet doen, want ik ben toch niet goed genoeg voorbereid. En ik dacht, nee, we gaan het gewoon wel doen. uiteindelijk hebben we die livestream gedaan. Ik heb haar helemaal daarbij begeleid. En daar zijn wel klanten uit voortgekomen. Dus ja, dat was voor mij een bevestiging van, soms heb je gewoon, of eigenlijk altijd heb je met video iemand nodig die je erbij begeleidt. En die ook echt gaat zorgen dat je het gaat doen. Want we hebben zelf vaak excuses om het niet te doen. Helemaal met video. Ja, jij hebt dat misschien niet zo. Inmiddels. Nee. Nou ja, misschien ben ik daarin ook niet iets meer de uitzondering op de regel. Maar ik vind het echt heel leuk. Maar ik heb alles met tv of dingen of camera, microfoons. Ja, vroeger vond ik het wel moeilijk. Hè? Want ik bedoel, ik ben natuurlijk ook zangeres. Mm-hmm. Ik durfde helemaal niet een podium op. Nee. Maar ik denk dat dat mij wel erg geholpen heeft om dat stuk te overwinnen. Mm-hmm. 20 jaar verder. Ja. En dus dat, precies die stap heb ik daar misschien al gemaakt. Ik vind het niet altijd makkelijk, dat is iets anders, maar ik vind het wel leuk. Ja. Ik kan er nu ook echt van genieten. Ja, maar jij weet ook wat het kan opleveren. Ja, zeker. Daarom doe je het toch ook, denk ik dan. Ja, dat ook. Maar ik vind het ook gewoon echt heel leuk. Ja. Ik heb er ook echt lol in. En ik vind sowieso dat je altijd, marketing werkt alleen maar als je dingen doet die ook echt bij je passen. Als je er helemaal niks mee hebt, heel eerlijk. Dan zit de energie er ook niet in. Kijk, je kan wel dingen leren en ontwikkelen. Hè? Dat vind ik iets anders. Als je het eng vindt, prima, ga het vooral gewoon doen. Ja. Hè? Overwin je angsten, dat is iets anders. Maar als je er echt niks mee hebt. Ik heb bijvoorbeeld klanten, high-end klanten, die zijn gek op vloggen. Die maken allemaal korte vlogjes. Nou, als dat jouw manier is, doe. Mm-hmm. Hè? Als daar de energie zit. Anderen hebben veel meer met podcasten. Doe. Ja. Anderen staan liever live op een podium. Nou, dan is de marketing veel meer. En natuurlijk kun je online en live niet meer helemaal offline. Je hebt allebei nodig in deze tijd. Ik vind ook dat je een bepaald een aantal marketingstrategieën met elkaar moet combineren. Zo simpel mogelijk. Net als jij, maar om de juiste klant op je pad te krijgen. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat je moet kiezen dat het echt bij je past. En als het echt niet jouw ding is, ja. Is misschien een manier die simpeler en meer moeiteloos kan. Ja. Alleen, ja, we leven wel in een wereld waar video is. Dus in die zin, als je het kan benutten. Mm-hmm. Dan denk ik echt, en ik weet ook uit ervaring, dat het gewoon in je voordeel werkt. Mm-hmm. Een aantal korte dingen inderdaad door die videotestimonials. Ja, die kan ik gewoon nu naar al mijn klanten sturen. Ze gaan gewoon sneller de drempel over. De kosten van mijn ad zijn gewoon gehalveerd. Ik krijg gewoon directer de juiste klant op mijn pad. Maar ook overal in mijn website is nu een korte video eigenlijk geïntegreerd. Waardoor mensen ook sneller doorstromen. Degene die binnenkomen in een soort funnel gaan ook sneller die funnel door. Dus ja, het heeft gewoon, net als ik zeg, je kan eigenlijk in deze tijd niet meer zonder, denk ik. Nee, als je op dit niveau opereert. Ja. En ik denk zelfs dat ik er nog veel meer uit zou kunnen halen. Ja. Oh ja, nu. Ik zie ook nog heel veel kansen voor je. Ja, precies. Nou, dat wordt na deze podcast het volgende gesprek. Inderdaad. Misschien even inderdaad. We hadden het net over welke succesvolle casus. Wat is het hoogste bedrag wat een klant ooit binnen heeft gehaald met één video? Ben ik toch even nieuwsgierig naar. Het hoogste bedrag? Ja, wat de hoogste omzet uit één video? Nou, wat ik net al zei, die ene video, die heeft dus echt maanden, misschien wel jaren ook gewerkt, denk ik. Die heeft echt tonnen omzet binnengehaald. Dus die heeft gewoon meerdere, ik weet, in 4 maanden tijd meer dan een ton omzet. Eén video, ads erop. Ja. Tonnen omzet. Ja,
Ja, dus doorlopend gewoon goede gesprekken met high-end klanten. Dus dat is natuurlijk ideaal. Mocht je ergens nog twijfelen, luisteraars. Dit is echt... Heb je er nog niks mee? Of heb je wel video's, maar doe je te weinig mee en werken ze niet? Dan is het echt belangrijk om hier iets mee te gaan doen. Ja. Zijn er nog andere dingen waarvan jij denkt... Nou, dat is voor luisteraars echt interessant om te weten? Ja, dat is wel een hele brede vraag. Maar... Nou ja, rondom... misschien het smartphone-stuk, want die hebben we nog niet, hè? Je doet de videotestimonies, dat stuk. Maar je kan ook heel veel zelf met je smartphone. Zeker, ja. En ik denk dat de combinatie heel sterk is van... en goede high-quality video's, vooral videotestimonials wil je. En die gaan lang mee. Die wil je gewoon echt goed opgenomen hebben. Maar daarnaast kun je natuurlijk prima met je smartphone... video's maken voor bijvoorbeeld LinkedIn of Instagram Reels of Shorts op YouTube. En wat zijn dan de belangrijkste dingen met je smartphone? Wat is echt een belangrijk element waar je echt op moet letten als je zelf video's maakt met je smartphone? Nou, wat ik heel vaak mensen fout zie doen, of fout, het is niet fout, maar het staat een beetje knullig. Maar dat, stiekem wel fout, ja. Dus niet meer doen. dat ze naar zichzelf kijken. Dus ze gebruiken de selfie-camera, wat logisch is, want dan zie je zelf of je goed in beeld bent natuurlijk. Moet ik ook altijd opletten, dat ik wel gewoon naar de camera zie kijken. Ja, maar dat ziet er gewoon onwijs stom uit als je mensen dan eigenlijk naar zichzelf ziet kijken. Dus mijn advies is dan, kijk echt in de lens. En zorg ook dat je je camera of je lens op ooghoogte of iets daarboven hebt. Zodat, ja, dat was de eerste keer inderdaad. Zodat mensen niet of je onderkin zien of in je neus kijken of zo. Weet je. Want als je je camera natuurlijk onder je hebt, dan ziet het er ook niet zo fraai uit. Ik kan meteen in mijn neus kijken. Nee. En wat ik onthouden heb, is dat je zei, zorg dat je niet in het midden gaat staan. Want anders heb je een play button op je neus. Ja. Dus mensen... Niet in het midden staan, iets links of rechts van de camera. Goed in de lens kijken en op ooghoogte. Anders zie je gewoon precies wat er in je neus zit. En dat wil je niet. Dat trekt sowieso geen high-end klant aan. Oh ja, ja. Ja, leuk. Ja. Nou, jij doet het ook wel, hè, met je smartphone. Ja, ik doe het ook steeds meer. Daar moest ik wel ook echt even een drempel. Ook steeds meer even op Instagram of dat soort dingen. Even iets kleins. En ik vind het vooral leuk. Ik zie marketing als niks meer of minder dan mensen inspireren met iets wat je echt wil delen. Ja. Als het een kunstje is, voelen mensen het ook. Dus ik doe het ook niet om het delen. Maar als ik denk, ik voel iets, dit wil ik gewoon even delen. Of ik heb iets leuks te vertellen. Of nou, hè, dat we deze podcast aan het doen zijn. Ja. Het is gewoon superleuk om te delen. Van jongens, let op, hou het in de gaten. Want deze komt er ook aan. Ik denk, ja, vind ik gewoon leuk. Want dit is gewoon echt belangrijke kennis om het mensen... Ja, het is gewoon zonde als ze dat missen. Oh ja. Dus dan doe ik het ook. Maar dan nam ik hem weer verkeerd op, weet je wel. Horizontaal en dan moest hij weer verticaal. Maar uiteindelijk leer je het wel. Oh ja. Het is ook gewoon start by doing. Oh ja. Echt, start before you're ready. Gewoon doen. En wat ik ook doe, voor de mensen die... misschien een leuke tip voor de mensen die ik... Oh nee, super eng, doe ik echt niet. Ik zette het er gewoon op. En ik keek er niet meer naar. Ja. En het leuke is zelfs als je op Instagram stories zet. Of verhalen inderdaad. Dan binnen 24 uur is het er toch af. Ja. Dus zo'n bult kan je niet vallen. Nee. Gaat gewoon doen. Dat is heel veilig dan. Ja, precies. Ja. Ik denk altijd als ik er gewoon 23 uur niet naar kijk, is het weg. Ja. Dus in het ergste geval duurt het 23 uur en 59 minuten en 59 seconden of zo. Of nee, meestal doe je 1 minuut, dus 59 minuten. Dus nou ja, dat vond ik heel relaxed. Dacht, joh, ga gewoon de drempel over. Oh ja. Nog wat ik aan jou echt zo leuk vind. Jij bent zo bescheiden en rustig inderdaad. Terwijl je echt zo groot bent in wat je doet. En dat vind ik, vind ik jou een heel mooi mens maken. Nogmaals, ik echt fantastisch ook dat ik je mag toevoegen aan mijn kennis-expertteam voor mijn high-end ondernemers. Ik heb natuurlijk een expertteam waar al mijn klanten ook gebruik van kunnen maken. En ik kan niet wachten dat zij ook deze expertise krijgen. Want zeker als je wil high-end ondernemen, heb je dat nodig. Ja. Ik heb één vraag en die moeten we nog wel even doen in deze podcast. En dat is, ik stel mensen altijd een beetje gekke vraag. Waar kunnen we je 's nachts voor wakker maken? Oh jee. Dat is eigenlijk een rubriek. Nou, kunnen we je 's nachts voor wakker maken, Noortje Jan Maat? En wat is dat voor jou? Oh, nou voor mij is het echt stokbrood met kruidenboter. Ja? Ja. Oh joh. Vind ik heerlijk. Vroeger was het tomatensoepje met stokbrood en kruidenboter. Kim, als je luistert, je weet het nog wel. Vriendin van vroeger, wij gingen altijd voor stokbrood en kruidenboter, kon je maar wakker maken. Ja? Ja, hebben ze ook gedaan, midden in de nacht. Ah. Toen ik in de jeugdzorg werkte, op de allerlaatste dag,
toen sliep ik daar, zeg maar. Dus en toen vroegen ze, waar kun je voor wakker maken? Ik zeg maar, stop roken met kruidenmotor. En om 2 uur ging de bel, ding dong, en dan zat ze. Ja. Tomatensoep, stokbrood en kruidenboter. Had ik een slaapdienst. Nou, dat was heel leuk, natuurlijk. Ja. Maar de vraag ging over jou. Ja, ik ben heel goed. Jij geeft natuurlijk een beetje zelf ruimte om na te denken. Ja, nee, maar ik vind het ook fijner om zelf de vraag te stellen eigenlijk. Dit voelt toch een beetje wat... de rollen zijn een keer omgedraaid. Ja. Hoe vind je dat het gaat eigenlijk? Ja, nee, wel. Ja, jij bent toch gewoon een goede... Ik heb al gezegd, van jij bent echt een goede talkshow host. Ja. En wordt ons volgende project, jongens. Ja. Luisteraars, scoop. We hebben ideeën. Ja. Maar goed, dat later inderdaad. Ja. Neem ik luisteraars nog wel eens mee. Ik laat me niet van mijn stuk afbrengen. Noortje, Joma, waar kunnen we jou 's nachts wakker voor maken? Ja, jeetje. Ja, ik denk nu wel gelijk aan eten dan. Maar eigenlijk ook liefst, ver aan reis zijn. Het liefst niet eigenlijk, want ik vind mijn slaap zo heerlijk. Ja. Dat hebben al heel veel mensen gezegd. Laat alsjeblieft gewoon slapen. Ja. Oké, jongens, Noortje Janmaat gewoon niet 's nachts wakker maken. Maak je geen vrienden mee. Gaat ze geen dingen doen voor je. Oké. We zijn een beetje aan het einde gekomen van deze podcast. Noortje, is er nog iets wat jij wilt delen waarvan je denkt, nou, dat hebben we echt nog niet besproken. Wat wel belangrijk is voor luisteraars om te weten. Nou, dat... Ja, volgens mij heb ik dat aan het begin al gezegd. Video is echt een leerproces. Dus ja, als je het uit blijft stellen, dan kan je niet leren. Dus ja, je moet het gewoon gaan doen. En het mooie, maar dan wel begeleid. Ja, en het mooie wat ik ook nog laatst weer van een klant terugkreeg. Daar hebben we jaren terug voor het eerst video's mee opgenomen. En die hebben echt jarenlang gewerkt. Mm-hmm. En we hebben opnieuw video's opgenomen. En ik zag gewoon het groeiproces bij haar. En dat zei ze zelf ook. Van ja, het voelt nu zo alweer op een ander niveau. Ik ben zelf gegroeid. En dat is mooi om te zien. En dat vind ik ook het mooie van klanten begeleiden. Dat je toch ze zo aan de hand kan meenemen bij dat hele proces van zichtbaar worden. En dat wil je gewoon ook op de juiste manier doen. Ja. Met de juiste video's, met de juiste strategie. En dat het uiteindelijk natuurlijk gewoon gaat opleveren. Ja. Precies, want daar doen we het wel voor. High-end ondernemers kijken vooral ook naar de return of investment. Ja. En die zijn er prima bereid voor te investeren als het maar oplevert. Ja. Superleuke Noortje. Ja. En nogmaals, wij delen deze visie dus in die zin en we werken nou met elkaar. Dus ik ken je goed. Ja. Maar ik vind je wel echt een vakvrouw. Ja. Er zijn maar weinig video-experts die echt high-end ondernemen ook goed snappen. Mm. En sowieso in marketing zijn veel marketingbureaus of experts gericht natuurlijk op massa. Yeah. En op kleine stapjes. En high-end ondernemen vraagt echt een andere strategie. Yeah. Echt een veel exclusievere strategie. En jij beheerst dat feilloos ook in video. Mm. Dus dat wil ik je nog wel echt even teruggeven. Ah. Dat echt een unieke... iets is waar veel andere experts niet mee wegkomen. Mm, nou, dankjewel. Dus daarom werk ik ook graag met je samen. Nou, stel dat er nou meer mensen zijn die dit luisteren en zeggen, nou, ik wil gewoon eens meer weten van Noortje, of wat zij doet, of wat ze zou kunnen betekenen. En voldoe ik aan de criteria om met haar te mogen werken. Ja. Wat is dan handig? Hoe kunnen zij het beste even contact opnemen met je? Nou ja, via mijn website verdienenmetvideo.nl. Daar kunnen mensen meer van mij zien en ook van mijn klanten. Over de resultaten kunnen ze zien. En dus dat zou een goede eerste stap kunnen zijn. Uiteraard ben ik ook op LinkedIn te vinden. Dus ze kunnen daar ook een connectieverzoek sturen. Ja. Okay. Is er nog iets leuks binnenkort waar klanten aan mee kunnen doen? Of even kunnen proeven, voelen, ruiken? Nou ja, ik heb op mijn site kunnen mensen ook mijn boek vinden. Ik heb een boek geschreven. Of wat meer over de manier... zien. Dus ze kunnen dan ook een video aanvragen en dan ook meer te weten komen over hoe het kan werken. Hoe video kan werken. En in je boek beschrijf je ook alles over hoe je kunt verdienen met video. Ja, inderdaad. Echt. Dus niet zomaar video's maken. Dit gaat over hoe kunnen we verdienen met video. Ja. Daarom ook de naam van je bedrijf. Ja. www.verdienenmetvideo.nl. Yes. Of jongens, link gewoon even met Noortje Janmaat op LinkedIn. Nou, het kan eigenlijk niet zijn dat je er dan mist. Nee. Wil jij je video's upgraden? He, want vaak zijn het al gewisselde ondernemers die al iets doen met video in deze tijd. Ben je gewoon een high achiever? Heb je om een of andere reden nog onder een steen gelegen en nog niks met video, maar wil je dat wel op het juiste niveau neerzetten? Dan kan dat ook. Zoek even contact met Noortje en check vooral gewoon even haar website. Koop haar boek.
Kijk welke leuke dingen ze doet. Kijk ook hoe ze werkt en met welke ondernemers zij al gewerkt heeft. Je vindt het allemaal op haar website www.verdienenmetvideo.nl. Ja. We gaan hem afronden, Noortje. Mag ik je onwijs bedanken? Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Nou, superleuk. Heel graag gedaan. En ik hoop, luisteraars, dat jullie in ieder geval ook in deze podcast weer een stapje verder zijn. De volgende podcast staat alweer op de rol. Wat er dan is, dat houden we, zoals jullie weten, nog even geheim. Maar stay tuned en blijf vooral luisteren. Ik spreek jullie de volgende keer weer.